Het centrum van Neede gaat de komende maanden flink op de schop. Berkelland trekt bijna 4 miljoen euro uit voor de herinrichting. De symbolische eerste van vele duizenden stenen is woensdag gelegd door wethouder en eenmalig stratenmaker Hans van der Noord. Hey, ik heb veel gedaan in mijn leven, maar dit is toch wel weer een unicum om dit weer mee te mogen maken. Maar wel erg leuk natuurlijk. Hoeveel stenen komen hierin? Nou, totaal goed 4000 eenheden, dus 4000 vierkante meter, maar 77 stuks, dus stel maar uit. Veel. Al die stenen samen moeten zorgen voor een nieuw aanblik van het centrum. Het Groene Hart wordt het project genoemd, want er wordt flink ingezet op planten en bomen. De bestaande bomen die er zijn, die blijven. De onderkanten, zeg maar, daar komen allemaal een soort prairie mix. Dus je hebt eigenlijk het hele jaar door heb je een fleurig zicht. Daarbij wordt er ook nog uitgebreid met groen. En dus het totaalbeeld wordt straks wordt mooi. Je krijgt parkbanken, dus je krijgt ook een soort zitbanken eromheen. Dus je krijgt straks echt een gigantisch mooi verblijfsgebied eigenlijk. Dus qua beleving, waar mensen dan ook na het winkelen of voor het winkelen. Fietsers, toeristen die daar gewoon heerlijk kunnen gaan zitten en genieten van het centrum. Is dit nou de redding voor het centrum van Neede om de leegstand helemaal naar de achtergrond te doen verdwijnen? Of dit nou direct de leegstand kan voorkomen, dat denk ik niet. Maar het heeft wel weer een nieuwe aantrekkingskracht. En als je nou een nieuw centrum hebt, dat nodigt ook weer uit om weer te gaan ondernemen. Dus wij hebben wel goede hoop dat er een bepaalde dynamiek gaat ontstaan en meer bezoekers gaat trekken. Waardoor de kans op dat, zeg maar, deze straat weer helemaal vol komt te staan, toch wel weer gaat toenemen. Ook voetgangers krijgen meer ruimte, want de oude straat wordt deels afgesloten voor doorgaand verkeer. Ja, de meningen waren natuurlijk wat verdeeld over wel of geen auto's in de straat. Natuurlijk de compromis van de auto's, zeg maar, van het eerste stuk Roerenafstraat door het pand Cox. Dus dat wordt eigenlijk de noordverbinding naar de Tekortenplas. De rest wordt autovrij. Dus het zal gewoon in het winkelgebied qua auto's stuk rustiger worden. Het hele project kost bijna 3,9 miljoen euro. Het werk moet voor het einde van het jaar zijn afgerond. Het zijn flinke investeringen voor onze gemeenschap. Maar ik denk dat het wel waard is gezien de levendigheid en de kwaliteit van je leefomgeving die hier natuurlijk met sprongen vooruit gaat.